goed slapen is van levensbelang. Je hebt gemiddeld zo'n 7 tot 9 uur per nacht nodig. En uiteraard zijn de uitschieters naar boven en naar beneden. Maar als je niet goed slaapt, functioneer je gewoon niet goed. Je hebt problemen op je werk, misschien wel in je relatie. Je kan je niet goed focussen. En bij een chronisch slaaptekort ben je zelfs vatbaarder voor virussen, griepjes of serieuzere problemen zoals hart- en vaatstoornissen, depressies en overgewicht. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Dus hoe kan je nou goed slapen? Al je digitale apparaten stralen blauw licht af. En daardoor denken je hersenen dat het nog steeds daglicht is en maken ze geen melatonine aan. En dat heb je toch echt nodig om te slapen. Dus minimaal een uur voordat je gaat slapen, geef de digitale apparaten een gooi. Zet een wekker om naar bed te gaan. Niet alleen om op te staan, maar om naar bed te gaan. Want zo voorkom je dat je te laat gaat slapen. En ben je nou gevoelig voor licht en geluid, dan heb je altijd nog maskertjes en oordopjes.